Ruim 200.000 mensen hebben afgelopen weekend Kom in de Kast bezocht. Meer dan 150 kwekers stelden hun bedrijf open voor het publiek. Burgemeester Schuurmans van de gemeente Lingewaard opende zondag bij kwekerij De Berghakker in Gent het evenement voor de regio Arnhem-Nijmegen. Wij laten dus amaryllissen zien en de bloei en dus het gewas. De beregeningsinstallatie en het filter, zeg maar, wat bestrijdingsmiddelen en de bacteriën en de schimmels uit het water doen halen. Dat doen we dus weer recirculeren. Hubus vindt het belangrijk om mee te doen. Nou ja, dat is toch een stukje promotie en dan kunnen de mensen toch zien hoe de tuinbouw ervoor staat. En om te zien hoe de tuinbouw in zijn werk gaat. Iets verderop, bij Willemse Wijs potplanten, konden mensen zelf planten oppotten. De mensen kunnen bij ons zeg maar, een soort route volgen door de kas, waarbij we eerst de zaaimachine laten zien. Dan laten we zien hoe we de planten oppotten. Vervolgens gaan ze de kas inlopen, zien ze de verschillende potmaten bij ons staan. En we zijn aan het vorken, dus dat is hoe we de potten op tafel zetten. Dat kunnen de mensen zien. We laten het watergeefsysteem zien, dus er is volop te zien te doen. En niet alleen bij ons, maar ook bij de andere kwekers in de buurt. Waarom vindt u het zo belangrijk om mee te doen? We vinden dat belangrijk omdat er komen wel eens wat negatieve verhalen over tuinbouw in de krant of via de media op andere manier. En wij willen gewoon laten zien dat we op een eerlijke manier allemaal willen telen en dat we oog hebben voor milieu en dat we met verduurzaming bezig zijn. En ik denk een goede manier om dat te laten zien is om mensen zelf een kijkje te laten nemen. Want uiteindelijk kan iedereen dan zijn eigen beeld vormen en dat werkt volgens mij het beste.